Wie gaat er winnen? Het leeft in ieder geval enorm en dat merkte je de afgelopen dagen al als je in de straat liep of in de winkels. Dan, iedereen had het erover, dus het is een hele happening. Ja, wij kampioen geworden in de hoofdklasse, dus we nu naar de derde divisie. Ja, PSV weet het, hè, dus we kunnen nu laten zien wie de echte kampioen is. Is het nou een speciale dag voor u als Dongen supporter tegen PSV voetballen? Ja, natuurlijk. Zo dikwijls komt dat niet voor, hè? Dat gaat heel goed naast elkaar, hè? Gezellig Brabants onder rondje. Dus. Ja. Maar wie gaat er winnen? Dongen. Dongen gaat winnen. Ik geloof jezelf niet, hè? Nee. Hier moet ik een beetje oppassen, geloof ik, hè, bij dit groepje. Ja, wij zijn de hooligans van Dongen. De KDA, de Klein Dongen Hooligans. Blijven netjes achter de hekken, houden de handjes thuis. Dit is de mooiste wedstrijd van Dongen die hier kan zijn voor mij. Ja. Mijn eigen clubje, kom eens een keer naar Dongen toe. 1-3 op het scorebord, maar jullie gaan als winnaars van het veld af. Ja, ik denk dat we hebben laten zien vandaag dat we geen lulletjes uit Dongen zijn, maar dat we echt mannen zijn. En, ja, kijk, als je bij Dongen speelt, dan maak je dat niet vaak mee, denk ik. Dus er zijn momenten om te koesteren, denk ik. Dus, ja.